vandaag spelen wij een spel genaamd Afterlife. En dat is dus eigenlijk een spel. En dan moet je eigenlijk keuzes maken als je iemand naar de hemel of naar de hel stuurt. Goed. Ik krijg al meteen een brief van de hel, van Satan. Oké, dus. Call next. Kom maar. Ah. Ze heette Mizin, maar ze is gestorven met een treinaccident. En ze was een jury, maar ze was wel eerlijk. Goed. Ah, ze was heel erg lui, maar ze had een leven waarin dat ze heel veel vrede kende. En ze was ook heel kalm, dus ik vind dat we haar naar de hemel moeten sturen. Goed, dan. De volgende. Oh, wat zij is Mesh. En hij is in de lava gevallen. En daarom is hij dood. En hij vraagt, zend me alstublieft naar Satan, want ik ben zijn allergrootste fan. Ja, dan denk ik dat we hem naar de hel gaan sturen. Oh, hij wil zo graag Satan ontmoeten, zegt hij. Ja. Volgende. Hij heette Vigo. En hij is doodgegaan door slechte mensen. En hij zegt, ik heb voor de rechter gestaan. Jij ook. Ja, nee, ik dus niet. Hè. Dan, slechte dingen over hem. Oeh, hij loog tegen mensen dat hij superkrachten had. En hij wou een superheld worden, maar hij houde van de rechter. Goed, ik denk dat we hem dan naar de hemel gaan sturen. Oké, de volgende. Ah, dus dit is Ashmi. En Ashmi is verdronken in een rivier en ze zegt, ik leef een normaal leven, dus je hebt geen manier om mij naar de hel te sturen. Oké. Oeh, ze was niet zo bekend bij haar vrienden. Goed. En maar, dat is niet een slecht ding over haar. Maar de goede ding over haar is, ze heeft nooit een belofte verbroken en ze was een hele goede therapeute. Ik denk dat we nog naar de hemel gaan sturen. Dan zegt zij ook perfect. Oké. De volgende. Dit is Emily. En zij zegt, ik ben perfect en ik moet naar de hemel. Goed. Oh, slechte dingen over haar. Ze haatte haar leven. Oké. En ze heeft veel dingen gestolen. Goed. Zij probeerde een goed persoon te zijn. En ze hielp haar vrienden als ze in de problemen zaten. Ik denk dat we haar naar de hemel gaan sturen. De laatste twee nog. Goed, hij heet Mojo. En hij is gestorven. Oh, hij is van een groot gebouw afgevallen. En daarom is hij gestorven. Goed, hij zegt, deze plaats is zo romantisch. Ik hou ervan. Goed. Slechte dingen. Hij was gek op feestjes. Maar de goede dingen. Hij hield van romantische dingen. En hij gaf advies over relaties tegen mensen. En hij houdde van aardbeien. Ik denk dat we hem naar de hemel gaan sturen. Ah, hij zegt, zo leuk, dank u. Goed, volgende. Dan ook weer meteen de laatste. Hij heet Bengzo. Hij is gestorven omdat hij een straatgevecht had verloren. Ah, hij zegt, ik vind het heel satisfying hoe ik hield van mijn leven. Goed, slechte ding over hem. Hij was in een straatgevecht. Eén keer, maar goed. De goede dingen over hem. Ah, hij heeft de hele wereld rondgereisd en hij kent kung fu. Ik denk dat we hem naar de hemel moeten sturen.
het spel echt wel een aanradertje. Ik zou het ook eens proberen te spelen. Echt waar, ik vind het een aanradertje. Speel het zeker, dat zeg ik je. Doei, Leandro's.